Nadat de Franse koning Lodewijk de 16e heeft opgeroepen om de Staten-Generaal bij elkaar te laten komen, omdat hij nieuwe belastingen wil heffen, worden in heel Frankrijk vertegenwoordigers gekozen uit de drie standen om naar die Staten-Generaal toe te gaan. En zij nemen al die cahiers de doléances mee. En dit is eigenlijk het begin van deze video. We zitten in het jaar 1789 en in het voorjaar van 1789 vindt de eerste bijeenkomst van die Staten-Generaal plaats in Parijs. Er zijn 300 vertegenwoordigers van de eerste stand, 300 van de tweede en 600 van de derde stand. Maar, zoals eerder ook al gezegd in de vorige video, er werd niet per hoofd, niet per persoon, maar per stand gestemd. En in de praktijk betekende dat eigenlijk dat het altijd 2 tegen 1 was. De eerste en de tweede stand die spanden samen tegen de derde stand. En omdat dit niet veranderde, besloten de vertegenwoordigers van de derde stand al heel snel om uit die Staten-Generaal te stappen en ergens anders in Parijs bij elkaar te komen en ze riepen zichzelf uit tot de Nationale Vergadering. Wij zijn de vertegenwoordigers van het grootste deel van de Franse bevolking en naar ons moet geluisterd worden. En sommige vooruitstrevende geestelijke en edelen sloten zich bij die Nationale Vergadering aan. Nou ja, je kunt je voorstellen wat Lodewijk de 16e daarvan vond. Die was daar natuurlijk niet blij mee. Dit had hij niet verwacht. En zijn reactie hierop is dan ook om soldaten richting Parijs te sturen. Hij wil voorkomen dat die Nationale Vergadering te veel macht krijgt. En de koning verzamelt allemaal troepen rondom Parijs. Maar daar is de Parijse bevolking weer niet van gediend, want die hebben heel veel sympathie voor die Nationale Vergadering. En zij besluiten om naar een van de symbolen van de macht van de koning in Parijs te gaan, namelijk de Bastille, aan de ene kant een gevangenis, aan de andere kant ook als wapenopslag gebruikt. En die Bastille die wordt bestormd. Op 14 juli 1789. En dit is het begin van een algehele opstand in Frankrijk. De opstand van de Parijse bevolking slaat over naar andere steden en die slaat over naar het platteland. En als je in 1789 een edelman was, ergens op het platteland van Frankrijk, nou dan had je het zwaar te verduren en dan zou je het wel eens met je leven hebben kunnen bekopen. En wat vond Lodewijk de 16e hiervan? Die vond dat uiteraard weer helemaal niets. Maar ja, die opstand die was zo groot, die was zo algemeen, hij kon er eigenlijk weinig aan doen. En bovendien ging die Nationale Vergadering behoorlijk voortvarend te werk, want zij kwamen al heel snel met de verklaring van de rechten van de mens en de burger, die we hier rechts ook zien. Een aantal artikelen die eigenlijk niet zo concreet waren, maar waarin wel een aantal behoorlijk verlichte ideeën terugkwamen, zoals vrijheid, gelijkheid en de soevereiniteit die bij het volk zou moeten liggen. En dat zijn ook precies ideeën waar verschillende verlichte denkers mee bezig waren geweest. Denk maar terug. Rousseau, die had gepleit voor gelijkheid. John Locke, die had gepleit voor de bescherming van de natuurlijke rechten, waaronder het recht op vrijheid. En Montesquieu, die was van die scheiding van die machten, zodat de macht niet misbruikt kon worden. En dat soort zaken, die kwamen eigenlijk allemaal al terug in die verklaring van die rechten van die mensen en burger, maar dus eigenlijk op een heel vage manier. Later wordt dit wel uitgewerkt in de eerste echte grondwet van Frankrijk, die in 1791 verschijnt. En die verklaring van die rechten van die mens en burger wordt uiteindelijk ook de inleiding van die Franse grondwet. Nou, wat staat daar dan in? Een aantal artikelen die heel erg belangrijk zijn, zijn de volgende. De afschaffing van de privileges van de geestelijkheid en de adel. Dat was eigenlijk al eerder gebeurd in 1789, in de Nacht van de Offers, maar dat wordt nu echt formeel vastgelegd. Eigenlijk komt hiermee dus een einde aan de Franse standensamenleving, een einde aan dat ancien regime. En hier zien we natuurlijk ook heel duidelijk dat gelijkheidsideaal van Rousseau in terugkomen. Een andere bepaling was dat de macht van de koning beperkt moest worden. De Nationale Vergadering wilde af van de absolute vorst. En er moest de scheiding komen van de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht, zodat de macht ook niet misbruikt kon worden. En dan zie je dat idee van Montesquieu uitgevoerd worden in die Franse grondwet van 1791. En er moest dus ook meer inspraak komen vanuit de bevolking. En daarom wordt er besloten om kiesrecht in te voeren. Maar dat was censuskiesrecht. Census wil zeggen dat er een bepaalde grens is. In dit geval een bepaalde grens aan belasting die je moest betalen voordat je mocht stemmen. In de praktijk betekende dat dat alleen leden van de gegoede burgerij nu ook mochten stemmen. Dus uiteindelijk is er nog geen sprake van algemene soevereiniteit van het volk. Maar de macht van de bevolking wordt in ieder geval wel iets uitgebreid. De koning kan niet meer zomaar alles in zijn eentje bepalen. Hij is geen absolute vorst meer. Nee, hij moet zich nu aan de grondwet houden. En Frankrijk is dan ook een constitutionele monarchie geworden. Een monarchie wil zeggen dat het een koninkrijk is. Een land dus met een koning aan het hoofd. En constitutioneel, daar zit constitutie in. En constitutie is een ander woord voor grondwet. Nogmaals, een constitutionele monarchie is een koninkrijk waarbij de koning zich aan de grondwet moet houden.
En zo worden nog veel meer maatregelen genomen door die nationale vergadering. Er worden nog veel meer wetten ingevoerd. En eentje die pak ik er even uit omdat de examenmakers daar weer de nadruk op leggen. Dat is de zogenaamde wet Le Chapelier. En Le Chapelier die zien we hier rechts. Wat staat erin? Wat was het doel van die wet? Nou ja, er moest vrijheid in de economie komen. En dat was ook zo'n verlicht idee. In dit geval van de Schot Adam Smith. Die heel erg had gepleit voor de vrije marktwerking. De onzichtbare hand, zoals hij dat noemde. Die zou er wel voor zorgen dat, dat het goed zou gaan met de economie. En als men de economie maar zo vrij mogelijk liet, zo weinig mogelijk beperkingen en belemmeringen en regels voor die economie, dan zou het uiteindelijk ten goede komen aan de algemene welvaart. Dus wat moest er gebeuren volgens die wet Le Chapelier? De vrijheid om een beroep te kiezen, die moest worden vastgelegd. Dat kon niet in dat ancien regime, want er was sprake van gildes. En er kwam dan ook een verbod op corporaties die toegang tot een beroepsgroep belemmerden. Heel simpel gezegd kwam er eigenlijk een verbod op gildes. Als jij een timmerman was, dan mocht jij nu gewoon jouw beroep uitoefenen in jouw stad en hoef jij niet per se lid te worden van het gilde. Dus op die manier werden vooral armere werklui geholpen, maar ook de rijkeren die werden wel geholpen, want arbeiders en boeren die konden zich ook minder goed verenigen in zogenaamde, ja ik noem maar even moderne vakbonden, want dat zou ook weer de vrije marktwerking belemmeren. En die wet Le Chapelier is dus weer zo'n voorbeeld van hoe die nationale vergadering probeerde die ideeën van de verlichting in te voeren. En dat is dus een gevolg van die Franse revolutie die is uitgebroken.